Goedemorgen jongens. Het is lekker vroeg. Maar we hebben een afspraak bij de verloskundige. Dus we moeten eruit. Ik ben echt helemaal verrot. Want wij hadden gisteren show. En het is gelukkig allemaal goed gegaan. We hadden alleen tijdens show 2 een technische storing. Dat was echt even balen. Maar ja, dat heb je wel eens met techniek, hè? En voor de rest is alles wel verlopen hoe we wilden. Ik ben wel echt helemaal op mijn einde, want we hadden natuurlijk een lange dag gisteren. We waren om, ik moet even nadenken, 7 uur 's ochtends in het theater. En om, ik zit er even na te denken en ondertussen een battle te maken. We gingen om 8 uur 's avonds weg. En je bent gewoon de hele dag bezig met alleen maar kids, vragen, op en af, spoedjes. Nou, noem het allemaal maar op. Het was gewoon best wel een pittige dag. Maar wel echt een hele leuke dag. Dus daar ben ik dan ook wel weer blij om. Weet je niet? Ja. En ik heb gisteren ook al 3 foto's gehad van de fotograaf. Altijd zo leuk om al die foto's binnen te krijgen. Dus... En mijn telefoon spoelt over met appjes. Ik sliep gisteren echt al om 10 uur. We hadden gisteren nog pizza besteld. En ik zei op een gegeven moment tegen Rick, na 2 happen, ik hoef echt niet meer. Ik wil gewoon mijn bed in. Nou, zo gezegd, zo gedaan. 10 uur lagen we te slapen. En heb ik niks meer meegekregen. Ik heb wel mijn telefoon voor het eerst eens op niet storen gezet. En normaal laat ik hem eigenlijk altijd aanstaan. Maar ik kreeg nog zoveel berichtjes. En ik kan het dan niet laten om niet te kijken. Dus ik had zoiets van, laten we de telefoon even uitzetten. Morgen als we wakker worden, dan ben je de eerste die het ziet. Nou ja, en zo gezegd, zo gedaan. Want om 7:30 heb ik lekker alles weer doorgelezen. Kon ook helemaal niet meer slapen. En Rikse wekker ging een aantal keer af. Dus die heb ik ook nog even uit bed gesleurd. Dus nee, we hebben echt een mega, mega, mega leuke dag gehad. En helemaal op mijn einde. Maar... daar heb ik het voor over. En aan de ene kant wel chill, want ik ga nu naar de verloskundige. Dus dan kan ik even gelijk checken of alles goed gaat met ons meisje. Want die heeft gisteren ook aardig zwaar gehad. En voor de rest vandaag hebben wij audities op de dansschool. Voor het wedstrijdteam. Dus we hebben daarin ook nog echt een drukke dag. En we moeten nog heel veel maken en doen dus. Helemaal niet de planning. Maar ja, je gaat gewoon naar het einde van het seizoen. Dus je moet gewoon weer nieuwe dingen gaan doen. Dus dat gaan we ook straks doen. En ik ga eerst even heel snel iets eten. Want ik heb nu al een beetje trek. En dan neem ik jullie mee. Bij de verloskundige was dus alles goed. En daar ben ik heel erg blij mee. Even geluisterd naar haar hartje. En de ligging. Gevoel of zoiets. Geen idee. In ieder geval, alles was goed. En dat is altijd heel erg prettig om te horen. Ook meegekregen dat ik dus hele sterke buikspieren heb. En daardoor is het waarschijnlijk iets minder wat je ziet qua buik. Dat zien ze ook vaker voorbij komen. Dus ik was niet de eerste die dit probleem heeft. Ze zei maar, wees er alleen maar blij mee. Dat scheelt ze. Zo. Ik wil de dingen aanzetten, maar we gaan gelijk vliegen. Ach ja. Boodschappen gedaan, even naar huis. Des komt eraan, we gaan choreo's maken. En dan gaan we op de bank ploffen. Zo is het op één dag. En de volgende dag werken is best wel heftig. We hebben echt van 11 tot 2 choreo's voor ingedampt. Rampenstampt. Daarna zijn we gaan slapen, want we waren echt heel moe. Terug op de dansschool. Zijn heel wat kids afwezig, want iedereen is best wel moe van de gisteren. Dus volgend jaar doen we gewoon lekker de dag erna vrij. En nu gaan we maar beginnen, jongens. Let's go. Gisteren hadden wij dus ook training voor het wedstrijdteam. Girls Club en SWD Crew. En ik geef altijd nog les in een andere zaal. En dan kom ik altijd iets later naar SWD, omdat die les dan een kwartiertje langer duurt. Dus ik liep gisteren naar binnen. En er staan gewoon echt, nou ik weet niet hoeveel dames en één heer. Volgens mij 6, 27 uiteindelijk.
Maar we waren met zoveel. Dat was echt niet normaal. Echt mega leuk om te zien, want we zijn met SWD ook begonnen met z'n zessen. En we zijn nu gewoon echt, daar komt gewoon animo op af en mensen zijn gewoon echt nieuwsgierig naar wat het is en zo. Dus ik vind het zo leuk om te zien dat mensen nu ook een beetje verder kijken dan hun neus lang is, zo gezegd. Dus ja, ik heb even een beetje kunnen uitslapen. Ik was zo verrot, jongens, echt niet normaal. Maar we zijn er weer een beetje. We moeten even weer een beetje in mijn ritme komen. Maar dat mag ook wel. De tassen ga ik ze weggooien. Die zijn vervelend ook. Vandaag hebben we ook training voor de Leo Stars. Ook weer een wedstrijd voor vandaag. Dus we zijn vandaag weer lekker in de wedstrijd modie. En ik ben heel erg benieuwd. Dit zijn de allerjongsten. En die zijn gewoon echt heel schattig. En ook heel lief. Dus ik ben benieuwd hoe zij het gaan doen vandaag. En ze zijn wel een beetje nerveus, want ze hebben allemaal het idee dat het een soort auditie is. Maar dat is het natuurlijk niet, want ze komen er allemaal in. Dus ja, ik ben gewoon echt super, super, super benieuwd hoe het allemaal gaat zijn. En voor de rest vandaag heb ik een wat rustiger ochtend, gelukkig. Ik kan even wat administratie doen. Even niks voor de show, dat is wel heel gek, maar ook wel weer heel lekker. Dus ik ga jullie meenemen, jongens. Het is zo gek dat ik straks met verlof ga en dat ik dus gewoon 12 weken niet aan de dansschool zit. Oh, dat vind ik nog zoiets raars en niet te bevatten. Want de dansschool is toch echt wel het liefst wat ik de hele dag doe. En het feit dat ik straks op die kleine meid zit, ik kan er niet helemaal aan wennen. Ik heb er wel heel veel zin in, maar het is gewoon zoiets geks. Ach ja, alle mailtjes zijn weer lekker beantwoord. We zijn weer lekker op dreef met mailen en reageren. Dus dan vind ik altijd weer erg fijn dat alles gedaan is. We hebben nog even tijd. Dus we gaan er nog even gorillas maken voor de aankomende week. En dan gaan jullie het allemaal zien. Ik krijg net echt fantastisch nieuws. Oh jeetje, wat gaat hier hard. Ik weet ook nog niet zo goed of ik het kan zeggen. Dus ik wacht er nog heel even mee. Maar het gaat over de dansschool, over volgend seizoen. En dit nieuws maakt mijn dag echt helemaal. Dus ik ben echt zo benieuwd wanneer ik het naar buiten mag en kan vertellen. En ja, dit wordt gewoon echt een mega vet project. Het is wel echt pas over een jaar, dus het is echt over precies bijna een jaar. Maar wat we gaan doen, dit wordt echt heel vet. Dus ik ben echt super blij dat ik een hele leuke samenwerking met een ander bedrijf aan kan gaan. En hele toffe dingen kan gaan doen met de dansschool. Dus stay tuned. Duurt nog heel lang, I know. Maar dit komt later wel uit wat het allemaal is en inhoudt. We gaan weer lekker een auditie afnemen. Jada en Roxy gaan de les geven. Dan kan deze mama milf lekker even kijken. Ik moet echt zeggen, ik ben nog steeds op mijn einde. Mijn ogen zijn ook helemaal inie mini. En ik ben gewoon verrot. Maar wij kunnen dit. Wij gaan dit doen. Zo. Let's go. Hallo jongens. Good morning. Ik ben best wel wakker moet ik zeggen. Goeie nacht gehad, lekker geslapen. Vroeg geslapen, maar ik was gisteravond echt heel erg moe. En ook gisteren hadden we open training voor de wedstrijdteams. We hadden maar liefst 37 kinderen. Echt niet normaal. Gelukkig was het voor twee teams, dus hebben we zeg maar de meiden versplitst. Opgedeeld in twee groepen. En daarin hebben we nu een nieuwe Little Stars en een nieuwe Juniors. Dat is ook een hele nieuwe wedstrijdteam. Dus dat is wel heel erg leuk. Gisteren hebben we ook gelijk alle berichten verstuurd. Wie in welk team zit, et cetera. Dus het was best wel een lange werkdag, moet ik zeggen. Gisteren zo de hele dag. Ja, en nu gaan we weer beginnen met ouder en kind. Oh, het zijn mijn wenkbrauwen lelijk. Hier irriteert me kapot aan. En dat gaan we nu als eerst even doen. En voor de rest vandaag moet ik heel wat choreo's maken. En komen er twee superleuke samenwerkingen binnen. Dus ik ben echt heel erg benieuwd naar de samenwerkingen. Dus ik neem jullie lekker mee. Als je dan denkt dat je het na de vakantie of na de show niet meer zo druk hebt, dan heb je het natuurlijk helemaal goed mis. Want we hadden vandaag weer echt mega veel proeflessers.
Echt niet normaal. Dus het was een drukke dag. Ik heb net drie hele leuke samenwerkingen binnen gehad. Ik heb allemaal babykleding. Deze mag ik helaas nog niet laten zien, maar die wilde ik wel uiteraard openen. En een pakketje van Biore. Superleuk. Dus ik ben weer helemaal happy de pep. Ik ga even lekker alles uitpakken. We zijn dus even naar de IKEA geweest. En hier hebben we even de een en ander bekeken wat er allemaal was. Ik heb niet heel veel gehaald. Alleen voor de laatste heb ik van die doosjes gehaald. Waar je alles in kan doen. Waar een commode en een aankleedkussen. Want die hadden we nog niet. Volgende week woensdag hebben we echt een hele leuke afspraak gemaakt. Want we gaan namelijk een 6D echo maken van de kleine meid. Ik ben er echt heel erg benieuwd naar. Dus mochten mensen hier meer over weten, dan laat het zeker even weten. Want ik heb echt oprecht geen idee. Ik weet wel dat ik hier echt heel veel zin in heb. En voor de rest ga ik nu even kijken of ik de commode al een beetje kan inrichten. Good morning jongens. Nou, Rikse wekker ging vandaag zo vaak af. Dat ik dacht, ik ga er ook maar uit. Het was op een gegeven moment echt irritant. Maar ja, toen was het pas 6:15. Dus wat ga je om 6:15 doen als je dag pas om 4:00 begint? En ik heb echt wel wat te doen. Maar ik vond 6:15 ook nog wel een beetje dat ik dacht van, ik heb ook gewoon een soort van rust nodig. Ik hoop dat jullie nog een beetje met plezier in de vlogs kijken. Het is op dit moment een beetje chaos. En ik wil niet alles van de babykamer laten zien. Dus het is even omheen bouwen. 6:15. Ik heb echt mega trek. Het is nu 8:30 volgens mij. Ja, bijna 9:00. Bijna. En ik heb echt trek in stokbrood. Dus we gaan gewoon even naar de Dirk. Even op mijn dode gemak boodschappen doen. En dan kom ik zo bij jullie. Ik heb toch een partijtje nestelgedrag niet te doen. Ik weet niet wat het is. Maar ineens wil ik alles een beetje gedaan hebben en geordend. En ik weet ook niet waar het vandaan komt. We hebben gisteren hebben we de hoe heet dat? De kinderkamer hebben we een beetje ingericht weer. Vooral de laadjes van de commode. Was ook wel nodig, moet ik zeggen. En toen dacht ik ineens, weet je wat? We gaan even een grote boodschap doen. En dan gaan we echt ziek veel halen, want dan hebben we het maar in huis. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar het is opeens echt next level to the max. Dus dat hebben we gedaan. Maar ja, het kan beter maar gebeurd zijn, toch? Dan is het in huis. Oh, oh, oh. En ik kom dus niet meer zoveel in winkels. Klinkt een beetje raar, maar meer zeg maar in boodschappenwinkels. Want we doen alles op Picnic. En ik vind Picnic echt de bom, jongens. Voor iedereen die Picnic nodig heeft in zijn leven, doe het. Want het is echt oprecht een aanrader. Geen sponsoring, geen samenwerking helaas. Maar Picnic is gewoon echt easy peasy lemon squeezy. Dus ik dacht, ik ga even lekker op mijn dode gemak door de Dirk lopen. Was ook niet vet rustig natuurlijk, want het was 9:00 op een donderdag. Ja, normale mensen werken gewoon. Alleen het bejaardentehuis liep leeg. Ik vind het heerlijk. En zo kon ik even rustig alles zien wat ik nog moest halen voor boodschappen. Maar ik voel me toch echt een partijtje met Granny niet te doen. Ik moet gewoon ineens overal soort van inzicht en alles op hebben en ik wil alles weten. En nou, zo ben ik echt nooit geweest met ordenen en zo. En als er een keertje een, ik zeg maar wat, een wc-papiertje ligt, dan, of een wc-rolletje, dan laat ik dan meestal gewoon 3 weken liggen. En nu moet ook alles zijn opgeruimd en nou, ik weet echt niet waar dit vandaan komt, maar dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ach ja, zo hebben we wat te doen vandaag. Ik heb een op zich wel een chill dagje, denk ik. Ik moet wel nog even gorio's maken. En ik heb een paar mailtjes, maar ook dat valt heel erg mee. En voor de rest, ja, dat is het denk ik. Ik ben er weer lekker mee.